de EW24 is in bezit geweest van Aad Jansen en zijn zoon Jan en Hannes en Willem Jansen. Thank you.
wilde. Maar toen begon die restauratie. En dat heeft de papier gekost. Ja. In 1979 werd het schip te water gelaten onder het nummer EB65. En de volgende dames en heren komt daar de staderen 16. De heer de Jager is er eigenlijk van. Hij is gebouwd door Bodewees Volharding in Stavoren, 1938. Gebouwd van Kampen Botters. Gebouwd door de firma Schaap in Huizen in 1909. En heeft eerst gevaren onder nummer HZ Huizen 650, positie 50. De volgende botter, dames en heren, is de Buurtbeunschoten 101. De eigenaar de heer Veenendaal, gebouwd bij Schaap in Huizen, 106. Heeft eerst gevaren onder de nummer Huizen 75. En geroepen de benadering van de kastkuifers. Een heel raar verhaal over deze botter, die heeft vlak. Aan dat die boot van je moeder op zich wel daarheen gaat, toch? Dat mag toch hopen wel. De oudste botter van de hele vloot, gebouwd in het jaar 1807, AZ, oftewel Huizen 71. Tot 1966 is die gebruikt als visserschip en daarna is het ook een recreatieschip geworden. Zijn er druk op zin? Op het horen! Staat nog te bezien. Ze zijn nog een eentje weg, maar in de verte mogen we verwelkomen de dames van de Kruishoek. De dames van de Kruishoek varen op de EB17. Deze botter is in 1919 in opdracht van Hannes van Goor gebouwd voor 3700 gulden. De botter was hoofdzakelijk gericht op het vissen met roerhand. Toen in 1955 het einde van de visserij daar was, werd de botter verkocht als pleziervaartuig door aan een familie in Leeuwarden. Deze familie Boomstra had een begrafenisonderneming en een lijkkistenfabriek. Lange tijd daarna bleef de botter een beetje is de sterk verwaarloosd en in 1987 is die weer teruggekocht voor 1 gulden. Het geeft aan hoeveel er aan de botter gebeurd was. De huidige eigenaar is de stichting EB25. De EB25 wordt gevolgd door de HK de Harderwijk 22 van de heer Muildijk en Kok. Is gebouwd door de firma De Haas in Bloemendam in 1899. Ja, minimaal 2. Is hij eigenaar van de stichting van De Haas en Eldrige Botters. En GT13 past niet de eerste naam, want hij is genummerd onder merken 144 en werd ook gebruikt voor alles. Heel mooi. De EB1 en is gekocht door de heer Jan aan het Goor voor 210 gulden. Ook toen, na de visserij, was nog deze boot eigenlijk geen bestemming meer en is die als pleziervaartuig een tijdje actief geweest, is gekocht voor 4500 gulden. Op dit moment is de EB1 ook weer in bezit van de Stichting tot Behoud van Eldrige Botters. Ja. 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 Oké, okay,
midden, dames en heren, de letter 23 en die staat niet in onze organisatie. Maar even goed, heren, van harte welkom. Fijne dag. Ja, hier ben ik. En inmiddels meer brandende huizen op de acht van de gemeentehuizen die opgebouwd. De brandstof binnen de EWD en Zet met aborte kroonkorps uit de harde. Ja, dat mooiste puntje, hè?